Hidde Jurjus, met wat voor gevoel 1-1 tegen Emmen? Ja. Sta jij hier? Een beetje dubbel eigenlijk. Zowel voor mezelf als voor de groep. Ik denk dat het echt de hele tijd in de weer ging. Ik kan nou niet zeggen dat wij overheersten. Ik kan zeggen dat Emmen met gedeeltes overheerste, maar wij ook weer terug. Dus het ging echt op en neer. En, het had 4-4 kunnen zijn, denk ik. En uiteindelijk zijn wij wel blij met 1-1 natuurlijk naar die goal. Precies. Precies op schema. En 1 winnen, 1 gelijk. Ja, je moet eigenlijk de komende wedstrijden weer 1 van winnen. De komende 2 thuiswedstrijden moet je eigenlijk 1 winnen. Dan zit je echt mooi boven je schema. Ik heb me dan ook gisteren al die interviews. Dat ging allemaal over 2 nederlagen. Ja, wij hebben gewoon 3 uit 3. En als we het einde van de competitie 34-34 hebben. Nou, Polonaise het hele huis hoor. Je hebt het uitstekend gedaan. Het lag aan jou denk ik dat er niet eerder goals vielen voor Emmen. Ja, ik denk dat ik een paar goede ballen kon pakken. Moeilijke ballen ook. Jenner gooide ze elke keer aardig door de 5 heen. Kaplan. Die ken ik nog van mijn Graafschap-tijd. En dat is wel moeilijk voor een keeper. Ik denk dat ik een paar goede ballen gepakt heb. Bij de goal vond ik mezelf wat minder, maar uiteindelijk 1-1 is prima. Als je jongen erbij hebt. Is dit opluchting, ook voor jou? Ja, natuurlijk. Je wilt die niet verliezen, wat niet nodig is, vind ik. En, want dat zei je vooraf ook heel duidelijk, hè? We willen vooral niet verliezen. Ja, je wilt niet verliezen hier. We hebben echt geprobeerd aan te vallen, zeker de eerste helft. Nou, op een gegeven moment echt, misschien de kracht ook wat weg. Emmen thuis is toch lastig. Hè? De vorig jaar was die 5-2 of zo. En speelden wij met dezelfde ploeg bijna. En, ik ben echt heel blij met het puntje. Zal ik je heel eerlijk vertellen. Daar hoef ik niet omheen te draaien. Jullie hadden hier met een enorme kater gestaan als die goal niet was gevallen. Dit maakt dan toch weer veel uit. Hè? Zo'n puntje wat je hier dan pakt. Nu heb je 4 uit 4. Anders was... toch een rotstart geweest, ondanks die mooie overwinning op Feyenoord. Ja, nou ja, rotstart. Kijk, we zitten in een situatie waarin veel jongens nieuw zijn. Maar ja, 4 uit 4 is denk ik wat je wil. Hè. Als je straks 34-34 moet hebben, loop je nog op schema. Dus we kunnen met een goed gevoel het weekend in. Alleen, je moet wel kritisch zijn en goed kijken wat er beter kan. We hebben het met elkaar wel eens over druk gehad. Is de Eredivisie voor jou, je hebt er natuurlijk alles meegemaakt. Maar is het bij de Graafschap andere druk dan vorig jaar toen je toch al wel wist, we komen in die play-offs terecht? Nee jongen. Onze supporters, ik was gisteren even bij de dienst van Gerben Eskes, hè, de herdenkingsdienst. En daar sprak ik naar, trouwens een fantastisch mooie dienst voor die jongen. En daar sprak ik even met een aantal van de Graafschap jongens, die kwamen na de tijd bij me. Mooi dat je er was. Maar ook even over, kijk, we weten dat we het ieder jaar moeilijk hebben als we in de Eredivisie zitten. Wij zijn supporter van de Graafschap, dan weten we dat. Dus de mensen zijn volgens mij hartstikke reëel. En dat is een keer iemand het niet eens is met een wissel of een opstelling. Ja, maar dat hoort bij voetbal. Als dat niet meer mag, dan kunnen we wel ophouden. Maar de mensen zijn tegen mij altijd keurig netjes, respectvol. Nou, en ik denk ook dat het zo hoort, omdat we, denk ik, wel aardig gek met elkaar zijn. Dus die druk, kijk, ik heb maar één druk. Ik wil het goed doen met mijn jongens voor de hele club. Dat is de enige druk waar ik last van heb, niet van de ander. Nee, ik wil graag goed doen. En die druk leg ik mezelf. Ik vind dat moet je als trainer ook doen. Je hebt je weer een keer van je uitstekende kant laten zien. En laten zien aan de mensen hoe goed jij gewoon kan keepen. Ja, dus dat is wel lekker hoor. Ik denk dat ik best echt groei. En dat ik me gewoon weer super fijn voel hier. En dan zie je toch hoe belangrijk dat is. We moeten goed voetbal spelen. Ja, dat gaat niet makkelijk natuurlijk. Er gaat tijd overheen. En ik heb vanavond bij Vlaar goed voetbal gezien. Andere momenten in één keer weer waren we de bal kwijt. Hè. Dat was echt zonde, maar er lagen veel meer momenten om er iets van te maken.